Kijkers, goeiedag en welkom bij een nieuwe aflevering van ATV COVID-19 Update. In dit programma geven wij u informatie. En we hopen dat u die informatie meeneemt en er iets mee doet. We geven u adviezen, maar bovenal de updates in verband met de COVID-19 pandemie. Die niet alleen in de wereld zijn ding doet, maar ook in Suriname. U heeft het al gehoord, de teller staat op 1 dode, 10 positieve geteste gevallen. En bijna 300 zoveel mensen die in overheids- en thuisquarantaine zitten. Dat wil zeggen, Suriname is niet gevrijwaard. Maar als we doen wat we moeten doen, dat zijn dus de tips in acht nemen. Nies in je elleboog, geen bossies en brazen, houd sociale afstand. Dan denk ik dat die verspreiding minder grotere vormen zal aannemen in Suriname. Ook hier in de ATV-studio's nemen wij een sociale afstand. U ziet het tussen mij en mijn gast. En dat is niemand anders dan de omroeper Sydney Grunberg. Welkom in ATV COVID-19 Update. Hoe gaat het met u? Het gaat, het gaat. En je mag gewoon je zeggen hoor, okay. Al ben ik veel ouder. We zitten momenteel dus in een heel ernstige situatie. Maar belangrijk is dat we met z'n allen kalm blijven. En de instructies van de overheid, het COVID-management team, opvolgen. En we moeten het samen doen. Maar we gaan dus nu naar Sydney. Ik mag Sydney zeggen. Ja, eigenlijk moet ik zeggen, ik, meneer Grunberg. Ik zeg nu ook gewoon Carla. Oké, okay, je hebt me toestemming gegeven, dus het is afgelopen. Want met jou willen we praten over hoe jij het doet, hè, als omroeper. Hoe ga je om met de samenleving? Want je weet, in de tijd dat men thuis moet blijven, niks anders, is men echt gekluisterd aan zijn radio of de televisie. Maar hoe ga jij persoonlijk om met deze situatie? Ik denk dat het persoonsgebonden is. Ik ben heel positief aard, heel vrolijk. En ik heb mezelf beloofd dat hoe vervelend ik me ook voel, hoe lastig het ook mag zijn, wanneer ik eenmaal daar ben, moet ik je blij maken. Absoluut. Dus zo ga ik daarmee om. Wanneer ik op de radio ben, is het voor mij een feest. Ja, want iemand stapt bijvoorbeeld in de auto en het gaat niet zo goed of je hebt gehoord dat iemand een beetje minder is. Ik moet je blij maken, dat is mijn taak, hè? Ook in deze bijzondere situatie. Ja, ja, ja. Maar jij persoonlijk, als je thuis bent aangekomen, wat doe jij? Ik doe alles wat ik moet doen. Ik kwam hier binnen en ik had mijn sanitizer bij me. En ik vond het zo grappig, een van je collega's zei, no, ik gebruik die UNO. Want okay. Minus afstand in de view. Ja. Weet je, dus dat zijn leuke dingen. En dat kan je ook natuurlijk meenemen naar de radio. Want mensen gaan lachen als ze dit verhaal horen. Dus als ik ergens ga, ik kijk, ik observeer. Natuurlijk heb ik ook de nodige maatregelen. Ik ga zelfs zo ver dat ik iemand heel dichtbij heb gezegd, je moet 2 weken hier niet komen. Want de persoon was naar Sanderij en daar was het een beetje te druk voor mij. Dus ik ben wel voorzichtig. Ik ben streng. Heel erg streng. Ik woon ook met mijn moeder. Mijn moeder die is voorlopig bij me en die is boven de 70. Dus je zit aan al die dingen te denken. Hetzelfde ook aan het werk. Het is me opgevallen dat mijn werkgever direct heeft gereageerd. Maar dat snap ik ook direct. Want als 1 radio-dj ziek is of 1 andere collega ziek is, kan je het station sluiten. En hoe maken we mensen dan blij als we er niet zijn? Absoluut, dus wij absoluut. Moeten heel streng zijn voor onszelf. Ja. En gisteren had ik het met DC Nerkus erover. Hij heeft ook zijn moeder bij zich, de risicogroep. Ja. Dus hoe doe je met je moeder? Mijn moeder is relaxed, ze zat zelf ook in de zorg. Handen wassen heb ik van haar geleerd. Dus voor ons is het geen probleem om ons aan te passen aan dat soort zaken. En zij let zelf ook op dingen. Want zij heeft zoiets van, hey, weet je wat, dat dievenijzer, misschien moet je daar ook een beetje alcohol spuiten. Precies. Dus we kunnen nog een beetje erom lachen, we kunnen nog een beetje aanpassen. Maar voor ons is het echt helemaal geen issue. Ja. En als er wat bezoek komt, ik heb zelf meegemaakt dat er een tante komt en die blijft rustig op het balkon zitten. Met een neuskapje. Zo. Dus bij mij in de buurt gaat het heel erg goed. Ik heb niet het gevoel dat de mensen om me heen het niet snappen. Er is ook een kleine in het huis. Dus ja, met al dat soort dingen moeten we rekening houden. Dus we zijn erg streng. De familie is streng. Ja, want ergens was gezegd, eigenlijk moeten de seniorenburgers geïsoleerd worden. Geen bezoek, niks. Maar jullie doen het. Ik ben wel eerlijk, ik doe niet aan social distancing thuis. Nee, absoluut niet. Okay. Ik speel nog steeds met mijn moeder de neus. Elke dag als ik uit huis ga. Oké. Weet je, maar we letten wel erop als we uit huis gaan, als we thuis komen, hoe we daarmee omgaan. Ja. Maar social distancing thuis, dat doe ik niet. Okay. Maar op straat, daar maken we geen grappen mee. Mooi, want je had het net ook over je werkomgeving. Het is aangepast, maar wat zijn de maatregelen exact die daar getroffen zijn? Oké, voordat het zo is verspreid, had ons werk altijd iets.
Als een DJ of any other colleague een griepje heeft, komt er altijd een, hoe je dat merk ook alweer, je hebt van die wipes, Lysol wipes. Okay. Dus dat hadden we altijd, omdat het beroep zo gevoelig is. Ja. Je kan niet, je werkt met je stem, dus als je stem een beetje grieperig is, is dat lastig. Dus we letten wel altijd daarop. En het is me opgevallen, onze werkgever heeft direct gereageerd. Er was sanitizer, we mogen geen, als jij op bezoek wil komen, gaat dat even niet werken. Ja, ja. Carla, je zal het maar telefonisch moeten doen. Niemand komt er? Nee, niemand komt er. Alleen als je daar moet zijn, ben je er, dus als werknemer. We hebben aangepaste uitzendingen in die zin, de ochtenduitzending, de ontbijtradio, doen wij samen. Maar nu is er maar één persoon. Zo ook met de radiospelletjes die we hebben. Meestal doen we dat met elkaar. Maar nu doe je dat alleen. En dat zijn kleine aanpassingen. Gelukkig zijn we mensen. Dit zijn echt kleine aanpassingen. Het zijn makkelijk door te voeren. Maar ik kan me voorstellen, voor de mensen buiten zijn er soms aanpassingen die minder prettig zijn. Maar we zijn mens. We kunnen daar heel erg goed mee omgaan. Dus met een positieve twist komen we er wel doorheen. En als omroeper, wat zeg je aan de luisteraars ten aanzien van COVID-19? Geniet van het leven, wees positief. Okay. Ja. En ook online, ook op social media. Iemand die schreef gisteren, als dit nog 2 weken duurt, weet ik niet wat ik ga doen. Ik ga gek worden. Ik zeg, twist it. Waarom zeg je niet, met nog 2 weken kan ik dit en dit en dit en dit doen? Zo moet je in het leven staan. Geef het een positieve twist. Hoe erg het soms lijkt, je maakt het een beetje makkelijker voor jezelf. Ja, maar ik ga ervan uit dat je ook die tips meegeeft, maar niet zo streng. Ja, ja. We hebben tips die vooraf zijn opgenomen. En die worden op gezette tijden uitgezonden. Natuurlijk, als er iets is, er is veel muziek gemaakt over corona. We hebben natuurlijk ook de song van DJ Styx, Tequila Party. Dat is op een subtiele manier ook een beetje awareness. Dus je kan daarmee spelen in de uitzending. Het hangt ervan af hoe creatief je bent. En dan kan je met een smile wel een tip doorgeven. Ja. Dus inderdaad, goed gezien. Ja. En wat vind je van het initiatief van de verschillende artiesten? Goed. Muziek leent zich om een situatie te beschrijven. Over 20 jaar gaan we luisteren naar de muziek en we gaan zeggen van, hé, we zijn er samen sterker van geworden. Ja. Dus dat is het mooie van kunst en muziek. Weet je, dus ik zeg gewoon doen. Als je zin hebt om iets te schrijven, schrijf het, doe het. Uit je. Ja. Weet je, dat zijn de dingen die we nodig hebben, want we leren er allemaal uit. En het is goed voor de geschiedenis. Ja, ja. Wat geef je de samenleving in zijn totaliteit mee? Wat moet de samenleving doen in deze situatie, in deze periode? Het woord zegt het eigenlijk al. Samen. Ja. Samen. We moeten ervoor zorgen dat als dit voorbij is, we sterker zijn en dat we hebben geleerd. En dat we gewoon nieuwe dingen kunnen. Weet je, het is er. Je kan er niets aan doen. Het gaat niet zomaar weg. Zorg ervoor dat als het voorbij is, dat we samen, maar ook als individu, je sterker bent. En dat kan voor iedereen iets anders zijn. Ik kijk naar jouw vak bijvoorbeeld. Het is toch mooi om te zien hoe journalisten, het was toen dagelijks, met de beleidsmakers aan het sparren zijn. Je leert eruit. Dus ik als journalist, of als student journalistiek, ik bedoel, ik zou de hele dag kijken en neerpennen. Van hé, wat zou ik anders doen? Welke vraag zou ik stellen? Absoluut. Dus zorg ervoor dat je leert. Ja. Alles is er. Leer eruit. Absoluut, absoluut. Ja. En wat vind jij nu van de partiële lockdown? Want gisteren hebben we van de DC gehoord, want andere mensen gebruiken het woord avondklok, maar hij zegt nee, het is geen avondklok, het is een partiële lockdown. Ik ben bezig te verbouwen en ik woon aan de Frangipanenstraat. Okay. En het is een verschrikkelijke straat. Echt waar. Aha. Het is erg druk. Druk. Ik geniet van de partiële lockdown. Okay. Ja, ik geniet ervan. Rust. Maar dat is een joke on the side. Dat is een joke on the side. Ja. Het is, het moet. En zoals ik het daarnet zei, leer. Ik heb na tijden op balkon gezeten. Gewoon in de rust. Je kan een boek lezen. Je kan tijd met de familie besteden. Ja. Het is gewoon een mooi moment om nieuwe dingen te doen. Om na te denken over het leven. Dus ja, maak er gewoon iets positiefs van. Ja, maar dus ik geniet wel. Ik geniet van die rust. Het frustreert je niet? Nee hoor, absoluut niet. Ik geniet van die rust. Ik geniet echt van die rust. Maar, maar dat heb je ook aan de andere kant gezien in bepaalde buurten. Dat jongeren eigenlijk een beetje provoceerden. Jij bent ook jong. Heb je enig idee waarom ze dat doen?
Ja, maar ik denk dat dat ons te ver zou voeren voor dit programma. Oh. Ik denk dat we minder moeten schelden op ze. Okay. En ik denk dat we in de spiegel moeten kijken. Aha. Het is voer voor sociologen. Mm. Het is voer voor de beleidsmakers. Mensen komen niet zomaar in protest. Okay. Mensen doen niet zomaar, om een sociologische term te gebruiken, mm-hmm. ze vertonen geen deviant gedrag zomaar. Ja, dus we moeten een beetje eerlijk zijn naar elkaar en minder schelden. Mm-hmm. Ga praten, ga luisteren. What's going on? Ook ouders natuurlijk. Weet je, ik ben niet van het schelden en schelden en schelden. Maar ga naar de oorzaak. Mm-hmm. En dan zorgen we ervoor dat mocht dit zich weer voordoen, dat we beter daarop zijn voorbereid en dat we jongeren bewapenen voor de wereld. Mm-hmm. Maar schelden? No. Ik moet je dat eerlijk zeggen, werkt niet. Ik heb ook niet gescholden, maar ik dacht wel, waarom doen ze dat? Ja, dat was dat echt de vraag, vraag die bij me opkwam. Dat is de eerste vraag, ja. Waarom doen ze dat? En dan moet je gaan praten, je moet gaan luisteren, je moet onderzoek doen. Dus ook voor beleidsmakers is dit iets positiefs, want je hebt gedrag gezien dat niet normaal is. Yes. Wat moeten wij doen om dit te voorkomen? Hm. Je kan eruit leren, je kan uit alles leren. Maar geen koskosie, dat soort dingen. En ook geen machtsvertoon. Natuurlijk moet je, waar dat moet, gepaste maatregelen treffen, mm-hmm. maar we moeten gaan naar de oorzaak. Hoe zorgen we ervoor dat dit zich nooit meer voordoet? Oké, inderdaad. Nou, ik hoop dat de beleidsmakers dit meenemen, want inderdaad, mensen begonnen, ja, de politie moet ze meer aftakelen. Onderzoek doen, meer onderzoek doen. Meer onderzoek. Niets aftakelen, meer onderzoek doen. Oké. Wat is jouw prognose van deze hele situatie? Ik weet het niet. Mm-hmm. Ik weet het niet. We just maar, have to sit and wait. Mm-hmm. En natuurlijk de nodige voorzorgsmaatregelen treffen. Ja. We weten het niet. Ik heb er de kennis ook niet voor. Ja, maar lees je in? Weet je nu, want bijna is iedereen nu expert geworden over COVID-19. Nee. Ik ga niet zo ver. Okay. Mocht ik twijfelen aan iets, dan zoek ik het op. Mm-hmm. Of ik vraag een vriend of een vriendin die er wel kennis van heeft. Bijvoorbeeld een interessante discussie, doe je wel een masker of geen masker op? Precies. En dat is afhankelijk van de ernst in een land. Daar sta ik. Dus ik zeg, nu hoef ik geen masker op te doen, want ik ben niet ziek. Mm-hmm. Maar als je in Amerika, als je in New York loopt, dan heb je wel liever een masker nu op. Precies. Dus ik kan me dat voorstellen. Ja. Maar ik, als ik twijfel aan iets, onderzoek ik dat natuurlijk wel. Maar ik weet het niet. We just have to make the best of it. Ja. Weet je? En genieten van elk moment. Als het voorbij is, zijn we misschien nettere mensen. Ik vind dat ook prima. Dus I wait, I do and I learn. Ja, ja. Maar als je om je heen kijkt, krijg je toch het gevoel dat sommige mensen nog steeds ermee omgaan alsof het is een ver van mijn bed show. Nog steeds. Ja. Of zeg je dat die awareness het, toch wel... Ik vind het soms nog een beetje te druk op straat. Ah. Ook door de dag heen. Mm-hmm. Ik kies ook mijn winkels uit. Ja. Ik sta niet bij een winkel waar de traliedeur gesloten is. Dan hoef ik daar niet te shoppen. Precies. Ik ga naar plekken waar ik vrijelijk kan rondlopen, waar er genoeg ruimte is. Mm-hmm. En ja... ik vind het soms nog een beetje te druk. Ja. Want dat is ook de vraag. Waarom zijn bijna alle winkels zo gesloten? Ja. Of ze houden hun hekken dicht en dan moet je erachter staan. Dat ik vind is eigenlijk... ik vind het soms een beetje te druk. Het kan beter. Het gaat goed, maar het kan beter. Mooi. Nou, Sydney, we besluiten altijd met een boodschap van onze gast naar de samenleving toe. Wat is jouw directe boodschap? Interessant. Eigenlijk heb ik alles al gezegd. Ja. Leer, blijf positief. Help elkaar. Het is me opgevallen dat een paar mensen die nog gezond zijn en jong zijn, mm-hmm. hulp aanbieden. Doe dat. Wie weet verandert dat de rest van je leven. Want er zijn senioren burgers die hulp nodig hebben. Er zijn mensen die hulp nodig hebben. Misschien komt je schoonmaakster niet werken. Betaal er gewoon, want ook zij heeft geld nodig. Ook de barbier, als je dat natuurlijk kan missen. Het zijn kleine dingen om onze samenleving sterker te maken. Leer eruit en luister naar het volkslied. Daarin zijn de beste boodschappen. En je zegt dat je alles had gezegd. Nee. Er is altijd iets. Er is altijd iets. Maar bedankt voor je komst naar de studio en dat je dit met ons wilde delen. En we blijven het tegen elkaar zeggen. Hè? Be safe. Thank you. Ook aan jullie allemaal hier. Dank je wel. En kijkers, zo zijn we gekomen aan het eind van deze aflevering van ATV COVID-19 Update.
met de gast Sydney Groenberg heb ik gesproken over zijn rol in het geheel. En u heeft het gehoord, hij probeert mensen blij te maken op de radio. En ik denk dat het hem ook aardig lukt, want hij heeft veel followers. En iedereen als ze horen Sydney op de radio, nee, naar hem moeten we luisteren. En ik denk dat het werkt. En als we dat ook kunnen, we moeten alles in acht nemen, maar we moeten elkaar ook opbeuren. Vertel leuke dingen, wees niet zo mistroostig. En ik denk dat we met z'n allen ook uit deze crisis zullen komen. Morgen zijn we er weer met een andere aflevering van ATV COVID-19 Update. U bent er ook? Tot dan. Goeiedag.